Assendorp is echt een andere manier van werken voor ons als gemeente in dit geval. Met beide benen echt letterlijk in de klei, in de wijk. En dat doen we om twee redenen. De eerste is dat er een omgevingsvisie komt. En dat wil zeggen dat je veel integraler, zoals het zo mooi heet, zo breed mogelijk vanuit de ogen van de mensen kijkend die in die wijk wonen, naar je toekomstige wijk kijkt. Wat moeten we daar doen? Hoe moeten we die wijk leefbaar maken en houden? En het tweede is dat we ook gewoon als gemeente slimmer met onze financiën willen omgaan en met onze energie. En zeggen van als we dat nou lokaal doen, als we dat nou in de wijk doen, dan gaan we ook slimmer met onze budgetten om. Het samen vormgeven van het beleid dat begint hier. Het begint op straat, begint hier in de wijk, in Assendorp. En dat betekent dat je met elkaar eigenlijk eerst even gaat verkennen van waar hebben we het over, wat zijn de vragen die hier spelen. En dan kun je vervolgens komen in het gesprek van en wat zouden nou mogelijke oplossingen zijn. En zo ga je dan verder. De gemeente heeft absoluut de strategische plannen. En wij als bewoner weten hoe dat toepasbaar is in de straat. Wij weten wie daarin mee zou kunnen denken. Wat nu wel haalbaar is en wat niet. En ik denk dat het belangrijk is dat er daarin een samenwerking is tussen die twee. Omdat de gemeente heeft wel het overzicht. Die heeft een helikopterview. Maar ik denk dat ze daarin niet voorbij moeten gaan aan de bewoner. Bij co-creatie denk ik echt aan we doen het met elkaar. En dat betekent ook dat iedereen een eigen inbreng heeft en dat je vooral moet kijken van ja, wie heeft waar verstand van. En waarom zouden wij dingen gaan bedenken terwijl iemand die bijvoorbeeld in deze wijk samen aan het werken zijn, wat iemand anders daar zelf veel meer zicht op heeft, veel meer gevoel bij heeft dan wij als beleidsmakers. Participatie begint zeker op straat, want op straat is datgene wat mensen het meest raakt. En dat betekent ook dat wij vormen moeten vinden als gemeente om ook dicht bij die mensen te zijn. Dus met mensen te praten, te luisteren, want daar begint en eindigt het. Ik merk dat heel erg in de deelname aan de interviews met Vitaal Assendorp. Ik heb daar aan tafel gezeten en er werd niet in doemscenario's gedacht, er werd in mogelijkheden gedacht. De angst die ik daar wel bij uitspreek is dat het voortraject heel mooi was en dat ik het wel spannend vind hoe het nu verder uitgerold wordt. Dus of deze ideeën dan ook verder vorm krijgen, of we dat ook echt samen blijven doen, hè, of die verbinding blijft. Of dat de gemeente toch stiekem achter de deuren toch al plannen maakt en wij daar dan toch in mee moeten. Dus mijn wens is wel dat we gehoord blijven worden. Ja, nou dan uiteindelijk is natuurlijk ook de belangrijkste vraag van wie zijn degenen die het echt weten. Dat zijn de echte experts en dat zijn gewoon de bewoners van de wijk. Die leven daar elke dag. Dus uiteindelijk gaat het erom dat wij, als het gaat om Assendorp, de mensen herkennen als experts op hun eigen leefgebied. En daar dus ook gebruik van maken bij ons beleidsvormgeving. Ik denk dat wij experts zijn van onze eigen leefomgeving. Ik denk wel ook dat wij daarin gemeente nodig hebben. Dus dat de gemeente heeft daarin wat meer een strategisch oogpunt. Wij kijken denk ik wat meer op korte termijn. En de gemeente ziet van er zijn klimaatsveranderingen en we hebben meer groen nodig in de wijk. En dat zien we denk ik als bewoners te weinig. Dus ik denk dat het mooi is dat we daarin elkaar vinden. En dat de gemeente ergens wel licht stuurt in van dit hebben we en dit is waar we naartoe moeten bewegen. En dat de bewoner volgens kan zeggen van deze mogelijkheden zijn er ook.